Wat voor een hond is het? Een doggy. Breda Nu. Tijdens deze herfstvakantie kwam de enige echte blonde professor langs bij Monkey Town in Breda. Hij liet aan alle kinderen zien hoe hij figuren maakte en Breda Nu kwam ook even kijken. Mijn naam is Norbert Broes, Heisma, ik kom uit Breda en ik maak ballonnen als ballonprofessor. En soms maak ik ze ook stuk. En dat doe ik optredens door heel Nederland, maar ook in het buitenland. En wat is dan zo leuk aan ballonnenprofessor zijn? Nou ja, kijk om je heen. Ik krijg allemaal vrolijke kinderen en die willen allemaal iets van mij hebben. En dat kan ik maken, dus dat is wel leuk. En je hebt een mooie ballon gekregen, toch? Wat voor een ballon is het? Wat is het? Een hond. Kun je hem eens laten zien aan de camera? Wat voor een hond is het? Een doggy. En hoe vond je het knap dat die man dat maakte? Ja. Hoe deed hij de ballon vouwen? Kun je dat voordoen anders of uitleggen? Nee. Kun je dat niet? Was wel knap, hè? Ja. Zou je dat ook willen kunnen? En wat is de moeilijkste ballon die er is om te maken? Oh ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Het moeilijkste. We maken wel eens hele grote objecten. En dat zijn decoraties. En die bestaan soms uit meer dan 10.000 ballonnen. Zo heb ik met een aantal andere ballonartiesten... staan we in het Guinness Book of Records met de grootste ballonnenstad ter wereld. In China hebben we die gemaakt. Maar ik maak soms ook hele grote objecten zoals Yoshi of Pokémon en dat soort dingen. En soms kan je ze ook dragen. Dus dan kan je ze als een pak aan. Dus dat doe ik ook. Wat voor doggy? Met een lange staartje. Met een lange staartje. En vind je hem mooi? Waarom vind je hem zo mooi? Ik vind hem zo leuk met groen. Woef, woef. Hij kan ook naar beneden. Ik zag dat jij net iets heel moois hebt gekregen. Wat heb jij gekregen? Een zwaard. Kun je hem even laten zien? Wat vond je ervan, hoe die dat deed? Heel leuk. Knap, hè? Ja, speciaal ook. Wat ga je allemaal met dat zwaard doen? Spelen. Ook zwaardgevecht doen. Leuk. En wat is nou de leukste ballon om te maken? Oh, de leukste. Ja, dat vind ik ook zo lastig. Want dat is persoonlijk natuurlijk, hè. Maar ik maak het liefst natuurlijk wat kinderen van mij willen. Maar zelf vind ik het eigenlijk wel heel leuk om Elmo te maken. Alleen die kost een beetje tijd. Wie wil deze?